Aldus de Musical Vereniging Showboat presenteert de Hairspray Vlogs. Kom erachter hoe het er achter de schermen aan toe gaat en maak kennis met ons alleen. Met deze week... Mijn naam is Sjanne Geemstra, ik ben 22 jaar en dit is onderhand mijn, niet liegen, 7e productie bij Showboat. Dus ik ben hierbij gekomen toen ik 15 was, maar nu 22. En dat ben ik. Dus ik ben begonnen met Hambak. Toen had ik een klein rolletje. Ik had volgens mij één zin of zo. Als Judy Cratchit. En daarna heb ik The Wiz gedaan. Nee, die Griek. Nee, Malpertuis kwam eerst. En toen The Wiz, daar had ik geen noemenswaardige rollen in. Gewoon voornamelijk ensemblewerk. En toen heb ik mijn grote kans gekregen in Veerkracht. Toen ik de prinses ging vertolken. Dat was een hele leuke rol. Dat heb ik heel veel plezier aan gehad. Maar wat mijn showboat hoogtepunt persoonlijk was, Sweeney Todd. Toen ik Joanna speelde, wat totaal niet de bedoeling was, maar de eerste cast, Joanna, moest helaas uitvallen en toen moest ik inspringen. En ik ken Sweeney Todd al zo lang, het is echt een van mijn favoriete musicals. Ik was ook al degene die voor de repetities begonnen als om te springen, Sweeney, Sweeney. het was heel leuk om te doen. Qua type was het niet ideaal voor mij, maar die musical is wel echt iets waar ik al jaren van droom. Ik ben 7 weken voor de voorstelling, de week voor kerst, van Sweeney, ben ik van mijn paard afgevallen. En toen heb ik 6 wervels gebroken. Dus ik heb een week in het ziekenhuis gelegen en daarna gewoon al mijn repetities weer opgepakt. Ik heb volgens mij maar 1 repetitie gemist toen, omdat ik dat toen in het ziekenhuis lag. Dat was wel heel hectisch, want mijn gipscorset, ik zat van hier tot hier in de gips en ik kon niet eens mijn nek bewegen, ik liep gewoon echt zo. Het was heel leuk als ik in Amsterdam moest oversteken om naar colleges te gaan. Dus in de voorstellingsweek ben ik toen, die dinsdag ben ik uit het gips gegaan. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan om tentamen te maken. Die woensdag weer naar Amsterdam om tentamen te maken, want toen ging het sneeuwen. En ik had de neuroloog beloofd om het rustig aan te doen. Ja, liep ik daar met 10 kilo kostuums en attributen mee door Amsterdam te slepen. Ik deed helemaal niet rustig aan. En toen ging het sneeuwen, dus mijn trein had heel erg vertraging. Dus ik kwam toen in de Schouwburg aan voor de technische doorloop. Toen waren we net na 5 minuten bezig. Ik kon meteen op de kubus kruipen en beginnen. Dat was heel hectisch. Maar het is allemaal gelukkig goed gegaan. Ik heb nergens last van gehad en ik ben die voorstelling ook gewoon goed doorgekomen. Dus het was even heftig. Er moest ook van buiten iemand gehaald worden om tijdelijk voor mij in te springen. Mocht ik het niet redden, maar het is allemaal goed gegaan. In Hairspray speel ik Maybelle Stubbs, bijgenaamd Motormouth Maybelle. Is een moeder van 5 kinderen. Heeft een eigen platenzaak en is ook presentatrice van Gingerdag bij de Corny Collins Show. Dus een speciale editie, eens per maand, voor roodhaarige mensen die niet bij de gewone groep mogen dansen. Motormouth is echt een self-made woman. Heel sterk, is trots op wie ze is, trots op waar ze voor staat en is ook niet bang om daarover te vertellen. Dit was hem weer voor deze week, maar volgende week gaan we in gesprek met... Nou, ik ben... Vergeet ook niet om onze andere video's te bekijken en te abonneren op ons kanaal. Bestel uw kaarten nu op showboatmusicals.nl.